Cursus heeft natuurlijk zijn unieke voorbereiding, zo ook deze. Maar specifiek voor deze cursus zijn dit een aantal hele belangrijke dingen om te weten. Als je de materialen voor je les hebt klaargelegd en je klaar bent om de kinderen te ontvangen, dan ontvang je ze natuurlijk hartelijk. En dan kan je twee dingen kiezen. Je kan ze of zelf een plekje geven of de kinderen een plekje laten kiezen. Als de kinderen eenmaal zitten, dan heet je ze welkom. Zeker tijdens de allereerste les leg je natuurlijk even uit wie je bent. Introduceer jezelf eventjes. Dan spreek je uit wat jij van de kinderen verwacht en wat de kinderen van jou kunnen verwachten. Daarnaast is het natuurlijk de eerste les heel belangrijk dat je de regels en afspraken bespreekt met de kinderen. Hoe gaan ze om met de materialen? Hoe gaan ze om met elkaar? Wat zijn de basisafspraken? En wat ze deze lessenreeks allemaal gaan doen. Welke activiteiten je gaat doen, welke dingen je gaat maken. Wat de kinderen dus echt kunnen verwachten. Als de les eenmaal op volle gang is, dan zijn er natuurlijk ook een aantal hele belangrijke dingen die je eigenlijk elke les wel terug zou willen zien. Zo is het natuurlijk altijd belangrijk om consequent te zijn. Wees duidelijk naar de kinderen toe en afspraak is ook echt afspraak. Niet voor de een wel en voor de ander niet. Voor kinderen is het altijd fijn dat je consequent bent. Ook is het heel belangrijk dat je complimenten geeft en dat gewenste gedrag, dus het gedrag wat je wil zien, dat je dat ook benadrukt. Kinderen vinden het namelijk fijn om een compliment te ontvangen en dat je ook ziet dat ze het goed doen. Daarnaast is het natuurlijk altijd heel erg belangrijk dat je differentieert. Dus voor de kinderen die het moeilijk vinden, maak je het wat makkelijker. En voor de kinderen die weinig uitdaging voelen, ga je het proberen om het wat uitdagender te maken. Als de les is afgelopen, als het tijd is, dan moeten we natuurlijk opruimen. Het lokaal moet natuurlijk weer perfect worden opgeleverd. Dit opruimen kan je en moet je eigenlijk met de kinderen doen. Zorg daarbij wel dat je de kinderen een goed gestructureerde opdracht meegeeft. Ja, vertel ook hoe lang ze daar de tijd voor hebben en vertel vooral ook wat je van ze verwacht als ze klaar zijn met die taak. Als het lokaal er weer top uitziet, dan bespreek je nog even met de kinderen de verwachtingen die we van tevoren met elkaar hebben uitgesproken. Wat ging er goed of wat kan er nog beter? Blik dan ook even vooruit naar volgende week. Wat kunnen ze dan verwachten? En als ze met de ouders weer mee zijn, dat is het moment voor jou om nog even te checken of het lokaal er echt perfect uitziet. Om eventueel incidentjes terug te koppelen naar de contactpersoon van de school. En om de box weer terug te zetten op de plek waar die hoort in de school. Veel succes!